Mijn naam is Koen van Haperen, ik ben Business Development Manager bij Heliox en ben daar verantwoordelijk voor een groot gedeelte van Europa. Want elektrisch vervoer is alleen mogelijk als er ook energie in de bus gaat natuurlijk. Dus de laadinfrastructuur is daar een belangrijk onderdeel van. Heliox is Europees marktleider wanneer het gaat om public transport, openbaar vervoer, het laden van bussen. In Nederland, in Europa, zien we daar een mengelmoes van opportunity laden en depot laden. Waar we in China bij wijze van spreken veel zien van grote batterijen op wielen, hebben we in Nederland daar een wat andere aanpak voor. En dat is ook een aanpak die in de rest van Europa zeer omhelst wordt. Klein beetje over Heliox. Dit is de footprint van Heliox. We zijn ontstaan in 2009 door een aantal mensen die voor zichzelf zijn begonnen uit de Philips-organisatie. En zeiden van, goh, dat kunnen we ook zelf. En ondertussen in die paar jaar hebben we al een hele mooie global footprint gemaakt. En die zal in de komende jaren alleen nog maar toenemen. En door de hele elektrificatie van openbaar vervoer of van heavy duty applicaties groeit Heliox ook enorm hard. En hier is een klein overzichtje van de opdrachtgevers die we hebben. Je ziet daar een heel aantal mooie grote PTO's en tussen staan en busfabrikanten. En misschien het leuke, rechts onderin zie je Bang & Olufsen staan. En dat heeft echt helemaal niets te maken met openbaar vervoer, maar daar zitten wel onze roots. Bang & Olufsen is onze klant nummer 1. Wij komen namelijk uit de high-end consumer electronics. Dus we zijn specialisten als het gaat om power conversion, hoe hou je stroom op een hele goede kwaliteit en hoe doe je dat op een heel zuiver niveau. En dat is heel erg belangrijk wanneer je met vracht of personenvervoer gaat werken. Deze klanten zijn er niet voor niets gekomen. Daar is hard voor gewerkt. En uiteindelijk is dit bijvoorbeeld, dit is het topmodel van Bang & Olufsen. Het is net zo duur als een Tesla, dus ik heb ze niet thuis staan. Alleen hier zie je dat het vermogen van deze speakerset is 30 kilowatt. Dat is schijnbaar precies wat als je zo'n huis hebt waar deze speakers in kunnen staan, wat je netaansluiting kan dragen. Maar daar zie je dus waar consumer electronics en openbaar vervoer elkaar raakt. Want 30 kilowatt, ja, dat is eigenlijk onze kleinste lader wat we hebben. Dus daar zit toch zeker wel een overlap tussen. Wat is nou heel erg belangrijk? Uiteindelijk is interoperability heel erg belangrijk in het geheel. We zijn bezig met een nieuwe markt waarin nieuwe producten worden gelanceerd. Maar uiteindelijk wil je dat alles wat nu op de markt komt later ook nog steeds met elkaar kan communiceren. Want het is heel leuk om een infrastructuur A te hebben staan, maar daar kan alleen maar bus type B op. Dat wil je niet als vervoersbedrijf. Dus je moet, zoals ze dat noemen, interoperability hebben. En daarom zijn we inderdaad al een aantal jaar geleden gestart met de standaardisatie daarvan. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met andere grote spelers in de laadinfrastructuur en de grote busmanufacturers. En daarvoor zorgen we dat die standaarden er komen. En zoals het er nu uitziet, zullen we in 2019 inderdaad echt een definitieve, of 2018 als het goed is al, een definitieve standaard hebben. Zodat vervoersbedrijven met een gerust hart late infrastructuur en bussen kunnen kopen en waarvan ze weten, die doen het over 10, 12 jaar ook nog steeds goed. En een heel mooi voorbeeld, dit is gemaakt in Eindhoven, waar we een lader, waar we bussen mee laden, ook gewoon aansluiten op een elektrische racewagen. Dit is een racewagen van de Universiteit van Eindhoven. Het doel is om daar de Le Mans, 24 uur van Le Mans mee te gaan rijden. Dus wij dragen ze een warm hart toe en proberen daarmee met onze opportunity laden straks misschien met zo'n hoog mogelijk power level te laden. Uiteindelijk, als je gaat kijken naar wat betekent dat nou? Want een autolader is redelijk bekend, maar wat voor vermogens praten we nou bijvoorbeeld over als je over depoladen spreekt? Wij delen het een beetje op, depoladen. Dat doe je als je er tijd voor hebt. En opportunity laden doe je op het moment dat je echt met de routes bezig bent. Ja, depoladen gaat bij ons van pak en bij 30 kilowatt tot met 150 kilowatt. Nou, je ziet in Nederland dat het redelijk veel op wat lagere vermogens gebeurt. Omdat de bus overdag in de route aanwezig is. En 's nachts misschien nog een beetje gebalanceerd moet worden. En ook gepreconditioned wil worden. Want de passagiers willen natuurlijk aangenaam aan hun route beginnen. En uiteindelijk zie je dat als de tijden om 's nachts te laden kleiner worden, dus wat zie je bijvoorbeeld in het buitenland, dan gaan de vermogens voor depoladen omhoog. Dus dan ga je naar 150 kilowatt. 150 kilowatt is eigenlijk al een beetje op het randje, daar zou je ook al opportunity mee kunnen laden. Wat daar belangrijk voor is, is op het moment
dat dit soort installaties aan het net gekoppeld gaan worden, dat er al de veiligheidseisen aan zitten. En dat je zeker weet dat de stabiliteit van je net niet verstoord gaat worden. Nou, daar hebben wij als Heliox natuurlijk goed aan gewerkt. Maar ga er altijd mee in gesprek. Ga kijken wat doet dit systeem, wat voor invloed heeft het op mijn systeem. Want uiteindelijk is het een aaneenschakeling van elkaar. Uiteindelijk kom je dan op opportunity laden. En opportunity laden, je ziet er eigenlijk in de markt zie je daar twee standaarden of twee interfaces voor ontstaan. Eentje is de bus met een pantograaf op het dak die omhoog komt. En de andere is een grote mast met een pantograaf eraan die naar beneden komt. Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat we alle twee de systemen implementeren in Europa. En in Nederland zien we eigenlijk alleen de linkere variant echt pakken. Opportunity laden gebeurt op levels van 300, 450 en zelfs 600 kilowatt. En wat zal de toekomst ons brengen? Uiteindelijk zijn wij, ik noem het altijd maar heel simpel, slaaf. Het batterijpakket bepaalt wat wij doen. Dus op het moment dat het batterijpakket zegt van nou, ik kan 1 megawatt ontvangen, dan zorgen wij ervoor dat wij een 1 megawatt lader hebben. Dus uiteindelijk, de hele technologie is op dit moment hard in ontwikkeling. En we zien nu dat we in projecten op 450 kilowatt, 600 kilowatt gaan laden. Maar wat de toekomst ons zal brengen, dat is nog niet helder. Wat hier energietechnisch dan ook nog interessant van is, is dat, en ik praat alleen over de laders van Heliox, daar kan ik wat over zeggen, is dat ze bidirectioneel zijn. Nou, wat is dat dan fijn aan? Dat betekent dat ze niet alleen energie van het net in de bus kunnen stoppen, maar in feite ook vanuit de bus terug naar het net kunnen leveren. En ik denk niet dat het iets is wat misschien volgend jaar, of over 3 maanden, of over 2 jaar al belangrijk is. Maar uiteindelijk gaat die hele energietransitie wel het een of ander met zich meebrengen. En op het moment dat je dan bij wijze van spreken 50 bussen stand-by hebt staan die een enorme energiewaarde met zich meebrengen, dan zou je dat binnen een paar seconden terug aan het net kunnen leveren. Want op het moment dat er ergens energietekort is en je kunt dat leveren, dus dat brengt aanvullende business cases of ontwikkelingen met zich mee. Dat even over opportunity laden. Ik ben zo vrij geweest van hoe ziet zo'n proces er nou uit? Hoe werkt die technologie, werd mij gevraagd. Uiteindelijk, je hebt je netwerkaansluiting. Even een 360 kVA aansluiting. En daar zet je je 600 kilowatt lader aan. En uiteindelijk moet dat allemaal veilig gebeuren. Ja, hoe gebeurt dat? De bus komt aanrijden. De buschauffeur drukt op de knop. Pantograaf gaat omhoog. En dan komt er iets heel belangrijks. De manier van contacteren. In dit geval zie je dat eerst de PE, de aarde, contacteert. Vervolgens de DC plus en DC min. En vervolgens de power communication. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Als je gaat laden met hoge vermogens, dat betekent dat dat je bijvoorbeeld met 600 kilowatt gaat laden, dan brengt dat natuurlijk risico's met zich mee. En die moet je zo ver mogelijk uitsluiten. Door deze manier van contacteren zorg je ervoor dat er altijd aarde is. Dan pas de koppeling van het vermogen. En pas als laatste ga je communiceren. We doen dat via powerline communicatie. Dat betekent dat mocht er iets gebeuren, dan verbreekt die power communication lijn als eerste. En op het moment dat die lijn weg is, valt meteen het vermogen weg. En dat is wel zo fijn als je op dit soort vermogens gaat laden. Dus dat betekent ook dat het impact heeft op het net. En daarin is het natuurlijk belangrijk dat alle veiligheidseisen worden ingebouwd. En als daar vragen over zijn, kom alsjeblieft naar ons toe. We willen het graag laten zien. We merken dat er een aantal partijen nog wel zeggen van goh, wat komt er aan mijn net hangen? Kom kijken en je zult zien dat het gewoon op een hele veilige en stabiele manier gebeurt. En dat is ook nodig hè, als we gaan opschalen. Uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten. Uiteindelijk moet je starten. En ik heb het laatst al een keer eerder gezegd. Eigenlijk moet ik beginnen met een heel groot compliment te geven aan alle PTA's en PTO's in Nederland. Want wij lopen als Nederland heel erg voorop. En de concessiestructuur helpt ons daar natuurlijk bij. Je weet dat je, als je een concessie wil binnen, dat je het zero emission mee moet nemen. Alleen dat betekent ook dat de PTA's de stap moeten nemen om te zeggen, hey, wij willen dat, we gaan dat doen. En dat we PTO's hebben die de ondernemerschap hebben om te zeggen, oké, wij gaan inspringen op die vraag. En dat heeft er wel voor gezorgd dat we als Nederland voorop lopen. Ik heb ze uit alle windstreken eigenlijk al langs gehad om bij onze projecten te komen kijken wat we hier in Nederland aan het doen zijn. Want we zijn als klein kikkerlandje, lopen we heel erg voorop. Ik heb een aantal projecten meegenomen om te laten zien dat het niet alleen papier is, maar dat het gewoon praktijk is.
Nou, dit is bijvoorbeeld een van de projecten in Duitsland. Dit is op dit moment het grootste project in Duitsland wanneer het gaat om opportunity laden. Is in Keulen, is niet zo ver over de grens, waar de VDL-bus in dit geval in de stad gedurende hun routes met 300 kilowatt geladen worden. Dit is een project van wat nu een jaar eigenlijk operationeel is en voor Duitsland heel erg vooruitstrevend is. Een ander voorbeeld is een project wat we doen bijvoorbeeld in Finland. En daar laden de laders, omdat het is een leuk detail altijd, met min 30 graden. Ja, we hebben afgelopen week hebben we wat sneeuw gehad. En dan zie je, dan wordt Nederland komt in beweging. Uiteindelijk wil je dat je installatie stabiel is. En dat het onder alle omstandigheden zal werken. En in dit geval hebben er al hele dikke pakken sneeuw op gelegen. Want het laden van bussen moet doorgaan. Of er nou sneeuw ligt of regen of het is gewoon een lekker zonneschijntje. Een project wat we bijvoorbeeld doen in Luxemburg. Daar moet ik zeggen, liep het heel erg soepel. Onder andere het verkrijgen van het vermogen was daar relatief makkelijk te doen. Dus daar hebben we uiteindelijk in een doorlooptijd van 3 tot 6 maanden het hele project gerealiseerd in feite. En daar hebben we nu de stad die voor het eerst volledig elektrisch rijdt. Dat zijn 4 bussen, dus het is niet een hele grote stad. Maar wat ik begrepen heb, is dat de burgemeester daar de verkiezingen weer gewonnen heeft. Mede door de groene omzet. Dus wie weet. En ook daar wordt bijvoorbeeld geladen op vermogens van 300 kilowatt. Een van de projecten die vorig jaar zijn de hele eerste grote stappen in Nederland gemaakt. Vorig jaar december hadden we een heel mooi weekend. Dit jaar was het wederom, ik geloof 10 december. En dat betekent dat een concessie wisselt. Dan is het eigenlijk altijd feest. Dat betekent dat van het ene uur op het andere uur een concessie live moet gaan. En als je dieselbus hebt, dan geloof ik alleen in dit geval betekent dat het uitwisselen van heel veel bussen. En in dit weekend gingen er meerdere concessies live. En eentje daarvan was van Arriva. Zoals je dat hier kunt zien. Ook midden in de route, midden in de stad, worden deze bussen met 300 kilowatt geladen. En ondertussen ook op de Wadden. Hè, dus mocht je een keer op Terschelling zijn of Vlieland zijn, dan zie je daar die prachtige bussen staan met mooie infrastructuur. Dan kun je echt proeven met een beetje zoute lucht hoe dat gaat. Dit is het allergrootste project wat op dit moment in Europa speelt. Wat operationeel is en wat gewoon verdomd goed werkt. Dit is een operatie van 43 bussen. Is in dezelfde weekend live gegaan als het project waar ik het net over had. En daar is dus echt letterlijk in 2-3 uur de hele busvloot eruit gereden. Een andere busvloot erin gereden. En zijn we op dak 1 gestart met rijden. En natuurlijk zijn daar dingen gebeurd. Hè, want als je nu een concessie aangaat, dan loopt het misschien niet altijd even vlekkeloos. Maar dat is heel hard naar een operationeel niveau gegaan. En hierin zie je dat elektrisch vervoer, dat het niet een idee is, maar dat het gewoon werkelijkheid is. En dat het gewoon een robuust systeem is. En dat heeft er onder andere tot geleid dat dit nog steeds een heel mooi project is. Maar dat ondertussen, en daar kom ik zo nog op terug, bijvoorbeeld in Groningen afgelopen 10 december, de volgende concessie weer live is gegaan met elektrische bussen. Waar dan ook weer op 300 kilowatt geladen wordt. En waar ik eigenlijk naartoe wilde bouwen is dat je ziet dat die stappen steeds sneller en steeds groter worden. En daarom zijn we nu bezig met AML. Een aantal van jullie zeker bekend. Dit wordt gewoon elektrisch vervoer op de next level. In totaal is dit 13 megawatt aan geïnstalleerd vermogen wat hier neergezet kan worden over een aantal verschillende plaatsen. Er worden 2 depots volledig ingericht waar zowel depot als snellader plaatsvindt. En er ontstaan e-hubs, om het maar zo te zeggen, waar de bussen komen om heel snel geladen te worden. En uiteindelijk was dat hier ook de crux. Wilde de vervoerder overgaan van diesel naar elektrisch, moest er sneller geladen kunnen worden. Nou, gelukkig ging de technologie zo dat de batterijpakketten het aankonden. Nou, en zoals ik zei, wij zorgen ervoor dat we nooit de kleinste lader hebben. En daarom gaan we hier nu dus met 450 kilowatt laden. En ik ben zo vrij geweest om een fotootje mee te nemen. Dit wordt nu dus gebouwd. Dit wordt dus nu hier in de buurt, of tenminste in de buurt van Schiphol, wordt dat nu gerealiseerd. Om ervoor te zorgen dat binnen nu en een paar maanden die hele concessie met 100 elektrische bussen live gaat. Die gaat misschien nog komen. Maar dit is wel mooi, want hierin zie je dat Nederland voorop loopt en verder gaat. Wat gaat de toekomst ons brengen? Dat is eigenlijk nog wel belangrijk. Ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Eén ding weet ik wel. Is dat de vermogens echt omhoog gaan. Hè? Dus dat je naar plaatsen toe gaat waar je gewoon 2,5 MVA nodig hebt om
4 opportunity laders neer te kunnen zetten. Dat depots op gaan schalen. Hè, waar we nu nog misschien 1 ladertje hebben staan, gaan we naar locaties waar we 10 megawatt nodig hebben. Betekent dat het vermogen er moet komen. We zullen ook moeten gaan kijken hoe kunnen we dat grid op minder gaan belasten. Hoe kunnen we peak shaving gaan toepassen? Want moeten we wel dat volledige vermogen eruit halen? Moeten we misschien wat aan local energy storage gaan doen? Dus dat we buffers gaan bouwen, dat op het moment dat het vermogen er niet is, of liever ergens anders naartoe gaat, dat we dat vermogen dan toch tot onze beschikking hebben. En één ding, meerdere dingen, maar één belangrijk ding. Busconcessies zijn voorspelbaar. We weten precies wanneer welke concessie live gaat. Dus laten we dat gesprek samen aangaan om ervoor te zorgen dat op het moment dat die concessie live moet gaan, dat alle partijen in die hele keten zijn aangesloten. En niet alleen bussen gaan elektrisch. We laden ook AGV's in havens die containers vervoeren. De vrachtwagens komen er natuurlijk aan. En zo zijn er schepen bijvoorbeeld, die gaan ook elektrisch. Dus er komt heel wat op ons af. Dus laten we dat alsjeblieft samen oppakken. En daarmee wil ik dan eigenlijk ook afsluiten. Hoe kunnen we samen die netwerkaansluitingen beter en sneller realiseren, zodat die transitie naar elektrisch vervoer, specifiek busvervoer, hoe we die nog beter en sneller kunnen maken. Dank jullie wel.